Wow. Frank Ernst Evenblij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was wel... Schijt er aan toe, dan tenminste een persona! Maar hij klonk toch wel lekker. Ja, Erik Dijkstra, waar een beetje van het hart moet, is de teleurgang van FC Barcelona. Ja. Ja, dat gaat niet goed. Nee. Kansloos zijn ze eraf gepoetst, hè? Ja, weet je, echt kansloos. Is het superleuk dat Luc de Jong daar speelt, maar ja, dat is natuurlijk ook wel veel zeggen. Ja, wel, maar Frank, als je Lionel Messi en Antoine Griezmann inruilt voor Luc de Jong en Memphis Depay, ja. dan sta je volgend jaar met Frank Evenblij en Erik Dijkstra op de spits, hè? Dat is toch jongen van een armoe. Ja, maar dat is toch wel achteruitgang, hè? Ja, het is wel jammer, ook omdat het namelijk voor de ervaring van Frenkie en Memphis, als je omringt wordt een goede speler, maar... gaat Nederlands elftal ook beter van spelen. Maar kan Frenkie wel blijven dan bij Barcelona als het zo door blijft gaan? Nou ja, je moet je zelfs afvragen of dit Barcelona nog goed genoeg is om mee te doen om de Spaanse titel. Ja. Want ik denk dat Atletico Madrid en Real een tandje sterker zijn eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. En het gerucht gaat nu, Valentin Hendriessen schrijft het al, dat Koeman misschien wordt ontslagen. Onvermijdelijk, zeg. Maar daar hebben ze helemaal geen geld voor. Nee, wat moeten ze dan? Op premie geven van 6,5 miljoen, of ik wil wat. Maar ja, dat hebben ze niet. Nou ja, dat kan misschien een voordeel zijn, want ik hoop eigenlijk toch dat Koeman kan blijven. Het is toch een mooie ervaring. Je hoopt dat het beter gaat, maar ik vind het wel. Het was echt een afgang. Het was een afgang. En je moet zoals voor Frenkie, ik bedoel Barcelona, een fantastische club. Maar als daar financieel daar een probleem blijft, en dan lijkt het wel op. Ja. Ja, dan moet je wel afvragen of je daar wil blijven. Want je speelt niet meer om de prijzen, hè? Nee. Hey, en vanavond moeten de Oranje Leeuw winnen. Die hebben een nieuwe bondscoach, Sarina Wiegman, succescoach, is weg. Daar zit Mark Parsons. De Brit. Die heeft afgelopen week met elke speler anderhalf uur zitten bellen. Dat heb ik ook gelezen. En weet je wat ik toen dacht? Nou? Het is een echte vrouwentrainer. Ja? Ja, het is een echte vrouwentrainer. Praten, hoe gaat het? Lekker veel praten, hoe gaat het met je? Ik las ook in interviews dat die vrouwen dat allemaal fantastisch vonden, want het ging ook niet alleen over voetbal. Ja. Zo van, zit je lekker in je vel? Zit je lekker dit? Ja, maar jij zegt het een beetje negerend. Nou, zo bedoel ik het niet. Okay, wat ik wel heel mooi vond, hè. Ze moeten trouwens vanavond tegen Tsjechië. Ik ben benieuwd. Gaan we dan de resultaten daarvan zien, weet je wel. Maar Jackie Groene, die speelt natuurlijk bij Manchester United. De grote droom. Ja. Nu, voor Old Trafford, gigantisch doek. Cristiano Ronaldo staat er. Wie staat daarnaast? Jackie Groene. Ah, dat vind ik mooi. Dat vind jij mooi. Weet je waarom jij dat mooi vindt, Frank? Nou? Omdat jij meer geïnteresseerd bent in Jackie Groene dan in vrouwenvoetbal. Dat sluit ik niet uit. Ik bedoel maar. Maar ja, dat een sluit het ander ook niet uit. Door Jackie Groene wordt het vrouwenvoetbal ook leuker om naar te kijken. Zeker. Ik wil nog één ander dingetje aanhalen. Ja. Hè? Afgelopen weekend, Mathieu van der Poel is terug. Deed mee aan die Antwerpen Port Classic. Leuke wedstrijd trouwens, ja, hè? Met die greffelstroken en toestanden. En hij won. Maar voor die wedstrijd zei hij iets opmerkelijks. Ja, Steven Dalenbouts, die kon hem heel even spreken. Aardig en jongen is dat. Ik merkte aan die Steven ook van, ja, ik moet er toch een keer over. Dat is voor het eerst dat het erover ging. Hij heeft nooit twee maanden meer na dat hele gelul met dat plankje. En die zei, hoe zat het nou met het plankje? Ja. Ze zeggen dat het besproken is, maar ik heb het niet gehoord. Ja, het is besproken bij de lunch. De bondscoach had het gezegd. Ik hoor het je zeggen. Ja, dat zei hij. Maar zo had ik het niet begrepen, dat plankje weg was. Ik vond dat heel opmerkelijk. Ja, ik ook hoor. Ik vond het ook wel een beetje pijnlijk. Want die bondscoach Gerben de Knecht, die heeft gezegd, ik heb het 100 keer gezegd. Ja. Maar ja, die heeft ook gelijk zijn keutel ingedrongen. Die zei, ja, misschien heb ik het toch niet goed genoeg gezegd. Het is toch ook Mathieu van der Poel waar je over praat. Dit blijft een mysterie, dat komt pas over 10 jaar een andere tijdens sport. Ja. Denk je niet? Ja, maar ik blijf het toch een raar verhaal vinden, Frank. Er zijn 79 mensen die weten dat het plankje weg is en eentje niet. En dat is het belangrijkste. Ja, maar het goede nieuws was wel, he's back. Zo is het. En hij kan echt kans maken op de 2K. Dus wat dat betreft, ja. Alles vergeten en vergeven. En weet je wat we doen met het plankje? Zand erover. Ja, toch? Zand erover. Rien à la main. Ja. Nou, ik wou het nog even hebben over Ajax. Weet je, Haller, had iedereen, de hele Amsterdam Arena, de hele Johan Cruijff Arena, allemaal kritiek op die Haller en fluiten. Hij legde gewoon 4 in. Ja, terwijl ze vooraf nog zeiden, Ten Hag is gek geworden, Tadic moet in de spits, Tadic in de spits. En die Haller, die legde gewoon 4 in. In Champions League niveau. En alle man. Die zeggen, maar dat denk ik ook. Magnifiek. Het gelijk van Erik ten Hag. Ja, vond ik ook. En Erik ten Hag zei, ja, ik dacht toch, misschien maar beginnen met Haller, want in principe is Tadic ook wel aangewezen. Maar had gewoon groot gelijk, man. Ja. Goed gedaan weer Erik ten Hag. Vind ik ook. Gewoon een dikke top trainer. Twente? Tegen wie? Uit naar Vitesse, geloof ik. Oeh, ja. Maar die hebben wel een Europese wedstrijd. In ja, de maar dat weet je, ik was ontzettend blij met die overwinning tegen Utrecht. Ik zie de zon weer in het water schijnen, Frank. Snap het, ja. Pruppertje. 2 tegen Groningen, heb ik ook wel vertrouwen in. Grim doet het gewoon hartstikke goed. En ik wil je nog even feliciteren.
Bassie is jarig. Echt waar? Ja, Bassie van Bassie en Adriaan. Nee, ik heb even mijn bek verbrand. Hoezo? Oh, dat kan wel kloppen. Ik had net een kut op de kant getekend.